hitlijst met de beste muziek van eigen bodem. De NPO Radio 2 Koninklijke 500. NPO Radio 2 68. Gebeurtenis en dan zo'n krachtig liedje erover maken. Dit is NPO Radio 2 met de Koninklijke 500. Het zinloze geweld op Kerwin Duinmeijer. Hij overlijdt na een mastek. Dat wordt helemaal beschreven in dit prachtige liedje van Frank Boeien. Of laten we zeggen de Frank Boeien groep, wat het toen nog was. In 1984 kwam het in de hitparade niet verder dan de vierde plek. Maar het nummer is nooit vergeten. En vandaag ook zeer zeker op een mooie plek in de Koninklijke 500. Hij komt terecht op nummer 68. En dat is onder andere omdat Ellie Hilhorst erop gestemd heeft. Nog steeds kippenvel als ik het hoor. Kerwin Duinmeijer wordt op deze manier nooit vergeten, zegt ze. En Jaro Joosten zegt, dit beklemmende liedje bezorgt mij nog altijd kippenvel. Ja, prachtig. En dan niet, het is niet eens een ballade, maar juist door de kracht. Ik snap dat gevoel.